Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Zoals we kunnen zien op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag heeft het noorden van Nederland nog behoorlijk veel zonneschijn. In het zuiden zien we al meer bewolking op de satellietfoto. En de witte wolkenplukken die boven Noord-Frankrijk en het zuidoosten van België zitten, daar zitten buien. En daar kan het zuiden en zuidoosten van het land later in de middag vanavond de komende nacht ook nog te mee te maken krijgen. Het weerbeeld voor de avond in Nederland ziet er dan zo uit. Er is nog van tijd tot tijd zon, althans tot de zon ondergaat, uiteraard. Temperatuur halverwege de avond is een graad of 20. En zoals gezegd, in het zuiden en zuidoosten zou een enkele regen- of onweersbui het land in kunnen drijven. Dat geldt ook voor komende nacht. In de zuidelijke helft van het land sowieso is er vrij veel bewolking. In de noorden zijn meer opklaringen en daar kan ook een misbank ontstaan. De minima komen uit tussen 16 graden in het zuiden en 10 graden in Groningen. Morgen schuift een zwakke storing verder naar het noorden toe. In het midden en noorden van Nederland hebben we dan veel bewolking, misschien lokaal zelfs een spat regen die er valt. Onder de wolken wordt het 22 of 23 graden. Maar in het zuiden en zuidoosten, daar stroomt warmere lucht binnen en schijnt ook van tijd tot tijd wel de zon. En daar wordt het 25 tot lokaal 27 graden. En dat alles bij een matige wind uit het zuidwesten. In het zuiden en zuidoosten zou opnieuw in de loop van de dag een enkele regen of onweersbui kunnen binnendrijven. Dan dragen daarna. Op zondag is het in het binnenland uh, redelijk weer, met misschien een enkel buitje. In de kustgebieden hebben we zelfs ronduit zonnig weer op een heleboel plaatsen. Het wordt 22 tot 25 graden bij een zwak of matige zuidwestenwind. Op maandag blijft het echt overal droog, met geregeld zon en dan 23 tot 26 graden. En dinsdag komt er nog wat bij, dan wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Met eerst redelijk wat zon, maar in de loop van de middag steeds meer bewolking. En in de avond en in de nacht na woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. En dan is het helaas weer even gedaan met het zomerachtige weer, want vanaf woensdag zien we dat de middagtemperatuur zo rond de 20 graden ligt. In het binnenland kan het misschien ietsje warmer worden, maar echt volop zomersweer, dat ziet er voorlopig dan eventjes niet meer in. En dan gaan we nog even naar de andere kant van de wereld kijken, naar Noord-Amerika, de Verenigde Staten. Want daar is een zware orkaan aanwezig en die zware orkaan die trekt richting de Amerikaanse staat Texas. We kunnen hem zien op de satellietfoto van 12 uur vanmiddag. Hij ligt daar in de cirkel. En hij trekt richting het noord-noordwesten en zal morgenmiddag dus zaterdagmiddag de Amerikaanse zuidkust gaan bereiken. Daar kunnen windsnelheden bij voorkomen tot 200 km per uur. En er gaat ook zeer veel regen vallen. In meer dan een dagtijd, iets meer dan een dagtijd, kan er 250 tot 600 mm regen vallen. En dat is evenveel als er in Nederland in een half jaar valt. Dat kan natuurlijk alleen maar tot grote problemen gaan leiden. Overstromingen. En er komt dan ook nog eens die wind bij, die ook nog eens bovendien voor hoge golven zorgt en een stormvloed. Grote kans dus op problemen en overlast. Het is goed dat veel mensen inmiddels al verder landinwaarts trekken. In Nederland is dat, niet, is dat niet het geval. Daar hebben we redelijk rustig zomerweer. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl